Dit is echt even een stukje reality. Het was even een slechte keuze om twee mukbangs en nog een andere EVO te doen. Volgens mij iets wat ik niet echt heb laten zien nog. Help me! Deze zijn mijn fave. Hallo jongens, welkom terug bij weer een nieuwe video. Het is vandaag al woensdag. Oh my god, ik weet echt niet hoe... Wow, hè, waar loopt de kop? Maar het is dus al woensdagochtend. Ik heb gisteren en eergisteren niks gevlogd omdat ik eigenlijk niks aan het doen was. Tenminste, ik was wel wat aan het doen. Ik was aan het werk. Maar gewoon achter mijn computer, weet je wel. En dat ik denk van, dat is helemaal niet boeiend om te zien. En toen had ik echt zo'n realisatie. Maar wacht even. Dat is echt even mijn leven de komende weken. Dus ja, dat zou ik eigenlijk ook gewoon moeten vloggen. Dus ik ben vandaag lekker vroeg opgestaan voor mijn doen. Het is nu nog 8:30. En ik heb trouwens een maskertje in mijn haar. Dat is echt een beetje raar. Maar maskertje in mijn haar dus. En ik ben bezig met mijn lampen op te zetten. En ik ga zo meteen een video opnemen. En ik ga vandaag wel op tijd weg. Want ik ga naar een vriendin toe. Een schoolvriendin. Met twee andere schoolvriendinnen. En zij heeft een puppy. Dus dat is super leuk. Een labradoodle heeft zij. Maar ik weet dus niet of ik daar mag filmen. Ik ben mijn lampen aan het opzetten. Eentje staat al klaar, bijna klaar. En dan ga ik even lekker eten en dan mijn maskertje eruit wassen. En dan ga ik gewoon klaarmaken en dat soort dingen doen. Morgen krijg ik trouwens bezoek van Fik. Ze komt voor het eerst naar Groningen, dus dat vind ik wel heel erg leuk. Wij gaan eigenlijk de hele dag video's maken. En dat is altijd zo jammer. En zeg maar, als mensen dan eindelijk een keer in Groningen zijn, dat we niet echt de stad in kunnen. Want wij zijn toch de hele dag binnen bezig. Maar ja, misschien even kijken hoe het morgen loopt. Maar daar heb ik in ieder geval heel veel zin in. En voor de rest is deze week, ja, het is gewoon echt werken, 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 werken. December komt er natuurlijk aan. En voor degenen die het nog niet weten, ik ga in december dus elke dag uploaden. En ik vind het zo leuk en spannend. En ik vraag me vooral af of ik het echt ga redden om echt elke dag te uploaden. Ik vind persoonlijk elke dag uploaden zo leuk. Het is echt op de dagen dat er video's online komen, denk ik, yes, zo leuk. Lijkt me zo leuk om elke dag te uploaden. Maar volgens mij is dat niet echt te doen als je geen editor hebt. En ik kan geen editor betalen. Dus dan moet ik daar nog even mee wachten. Maar goed, in december ga ik dus zo min mogelijk afspraak maken. Zodat ik wel echt goed en flink kan doorwerken. Ik ben klaargemaakt. En ik heb ook net een video gefilmd. Ik moest er echt even over nadenken. Ik heb trouwens deze lipstick op van NYX. Een liquid lipstick in de kleur... Even kijken. Het is een matte metallic kleur. Of de lipstick bedoel ik. In de kleur Bella. En ik heb net even een beetje lipgloss eroverheen gedaan. Deze van L'Oreal. En deze ruikt zo lekker. Ik kan er gewoon echt niet tegen. Maar ik zat er net over na te denken van misschien is deze lipkleur iets te. Maar eigenlijk vind ik het gewoon prima. Hij is wel meer metallic in het echt dan op de camera, heb ik het idee. Wacht, ik ga even wat meer het licht in. Ja, misschien is het een beetje te. Maar ja, boeien. Hey poepie, wat ben jij lief? Oh, daar heeft nou helemaal geen aandacht voor mij, zei bedoel ik. Oh nee! Ja, nu kom je op de plan. Kom eens even. Hé schat, ga maar zitten. Laat even zien hoe je mooi kan zitten. Ga maar zitten. Zit. Goed zo! Ja, poepie. Oh, ik wil echt zo'n kussen hiervan. Of een jas. Of een jas. Maar hoe oud is zij nu? Bijna 11 weken. 11 weken, dat is 3 maanden. Goed voor jou. Christina kan rekenen. Bijna 3 maanden. Oh, wat een poepietje. Nou, dankjewel voor je medewerking. Ja, nou moet Christina weer haar andere hobby doen. Wijn drinken. Wijn drinken. Inmiddels lekker bij een pizzeria. Oeh, zo lekker. Ik heb champignons, ananas en kaas. En Lotte heeft een pizza zonder kaas. Met heel veel vlees. Wat? Met heel veel vlees. Dat wel. Maar Lotte, ik moet naar de wc. En dan een pizza. Oh, okay. Het is donderdagmiddag en ik heb bezoek. Hoi. Spik. Hallo. En wij gaan zo lekker
filmen. En wij hebben echt super lekker eten. En omdat het zo lekker eruit ziet, ga ik jullie allemaal even jaloers maken met ons eten. Even kijken. Wij hebben hier allemaal lekkere sushi. Oké, je ziet het toch niet zo heel goed. En we hebben nog sojabonen en heel veel lumpia's. Super veel zin in. Yes, gember. Lekker veel wasabi. Nice. En sojasaus. Lekker. Ik heb er zin in. Ik ook. Wij gaan lekker eten. In jouw casa ben. Ook dat nog. Wat was jouw eerste indruk? Ja, mooi. Maar op beeld, dat ben ik trouwens vergeten jou te zeggen. Op beeld lijkt het dus groter. Oh ja, toch wel? Ja, maar ik vind het een heel schattig huisje. Ja, het is ik ook zou een schattig zo huisje. Heel makkelijk, ik vind het echt heel leuk. En vooral die schilderijtje van de zenuw heb ik heel leuk. En de bank. En ik herken alle plekjes van je video's. Ja. Het is heel leuk om hier ook een keer te zijn. Het is alleen gewoon even een rotend. Ja, dat wel. Dat is jammer. Eindelijk. En ik heb honger. Ik ook. Ja. Dat is wel grappig, want iedereen zegt altijd... Oh, je huis is echt precies zoals van de video's. Oh nee, dat vind ik niet. Ik ben echt donker. Maar ik vind hem nog groter lijken. Op video? Ja. Ja, dat zou wel kunnen, want deze camera heeft natuurlijk ook een beetje een breed beeld. Ja. Dat zou kunnen. Het is ook geen groot huis. Ik moest even onverwacht plassen. Dus even aan het wachten. Maar ik wou ondertussen even mijn kettingen laten zien. Want ik heb kettingen om van Fashion Flavor. En dit is een nieuwe ketting. Die staat gewoon bij nieuw. Als een van de eerste, zeg maar. Dus die kan je daar vinden. En deze choker. En alle drie de kettingen komen van Fashion Flavor. En ik vond ze wel leuk zo bij elkaar. Ook omdat ik voor de rest eigenlijk een hele simpele outfit heb. Voor de rest is het letterlijk een grijs jurkje. Een grijs jurkje met een panty. Deze heb ik echt al super lang. Oké, ben je klaar? Ja. Top. En wij gaan wederom eten. En nou, tweede ronde patat. Let's go. Kom echt. Ik moet wel, oh my god, dat haal ik dus ook niet, hè? Over 4 minuten. 4 minuten ga je niet halen. Onze mukbang is niet heel erg goed gelukt, want wij hebben nog heel veel eten. Hij was wel verder leuk. Ik vind het wel een heel gezellige pakket. Het is sowieso een gezellige video. Het is echt wel gezellig. Het eten was gewoon niet zo lekker. Nee. Maar ja, dat kan ook een keer gebeuren. We hebben al zoveel gegeten vandaag. Ook dat. Echt ja, normaal. Nee, dat was even iets te veel. Een slechte keuze om 2 mukbangs en nog een andere video te doen. Ja, maar ik heb het wel eens... Ik heb wel eens 4 video's met 4 eetvideo's gedaan op 1 dag. Oh, echt? Maar wij begonnen pas om 4 uur met filmen, hè? Ja, oké. We hebben het heel snel gedaan. We hebben het heel snel gedaan. Terwijl ik er al wel... 2 uur of 2:30 was, maar we gingen nog mee opmaken. Ja, dat sloeg echt nergens om. Ik was zo langzaam en inderdaad even kletsen. Mijn moeder zei dus toen straks, niet weer om 12:30 op het station staan, hè? En wat ga je doen? Letterlijk om 12:30. Ja. Echt wel goed. Oh jongens. Dit is echt even een stukje reality. Het is 3:30. Ik zit nog in mijn badjas. Ik heb een dingetje. Ik heb nog niet gedoucht. En ik heb ook nog mijn tanden niet gepoetst. En de video van vandaag is ook niet bewerkt. Live. Ik voel me vandaag zo kut. Om het even op die manier te zeggen. Ik ben gewoon heel moe van gisteren, denk ik. Ik weet niet wat het is, maar het is echt alsof ik vandaag zo overdreven moe ben. Ik weet niet waar het van komt. Ik denk toch ook wel mijn slechte voeding van afgelopen dagen. En ik heb net echt super veel chocola gegeten. Dus ik ben nu al misselijk. Het gaat vandaag niet zo fantastisch. Nee, dat gaat het zeker niet vandaag. Dus dat wou ik even zeggen. Het is vandaag Black Friday. Ik moet zeggen, deze afgelopen week heb ik meer geld uitgegeven dan het afgelopen jaar waarschijnlijk. Aan spulletjes buiten eten en huur om en dat soort dingen. En dingen die je echt nodig hebt. Ik heb echt geld uitgegeven omdat ik gewoon zin had om dingen te kopen. Het was niet per se nodig. Het was niet dat ik... Weet je wel, soms is je concealer op of zo en dan ga je concealer kopen en dan is dat even nodig. Maar dit zijn dingen die heb ik echt niet nodig in mijn leven die ik allemaal gekocht heb. Oké, ik ga toch even heel beschamend vertellen waar ik... allemaal een bestelling heb geplaatst afgelopen week. Dat is als allereerste iets wat echt broodnodig was. Lipsticks van Kylie Jenner. Help me! Oké, ik heb dus lipsticks gekocht.
En van de nieuwe wintercollectie. En het leek me super leuk om daar een video over te maken. Dus ik dacht, oh, ook leuk voor een video. Dus die heb ik besteld. Dan heb ik een bestelling geplaatst bij Beauty Bay. Voor degenen die het niet weten, dat is uiteraard ook een make-up winkel. Een make-up webshop. En ik heb lipstick gekocht. En een oogschaduwpalet. En een poeder. En een blush. En een highlighter. Allemaal dingen. Allemaal hele nodige dingen. Die heb ik daar gekocht. En verder, want dit is uiteraard nog niet alles, heb ik een enorme bestelling bij Kruidvat geplaatst. En ik was sowieso van plan om naar de Kruidvat te gaan voor mijn december video's. Want ik wil natuurlijk kerstlooks maken. En op Black Friday heeft Kruidvat 1+1 op alle make-up online. Niet in de winkel, alleen online. Dus ik heb daar een bestelling geplaatst voor mijn december video's. En er komt een shoplog, want je hebt nog meer gekocht. Niet alleen make-up. Echt meer. En ik wil het laten zien. Dan, want we zijn uiteraard nog niet klaar. Jaclyn Hill is uitgekomen met een zonnebrilcollectie. Het is bijna december. En ik dacht, ik wil graag een zonnebril. Van bijna 60 euro. Dus die is binnen. Maar die is dus gisteren binnengekomen. Alleen, drama is er aan de hand. Ik praat echt debiel. Er zit een kras op mijn glas. En echt een flinke. Dus ik vond het vet irritant toen ik het zag. Want ik was zo excited over de zonnebril. Echt zo excited. Ik kon niet wachten totdat hij binnenkwam. Weet je wel, als je gewoon zoveel zin hebt in iets. En uiteindelijk valt het tegen. Dan ben je zo teleurgesteld. Dus dat was ik gisteren. Gisteren is het binnengekomen. Ik laat het zo meteen even zien hoor. Ik wil nu nog even op de bank zitten. Jaclyn Hill is ook uitgekomen met een zonnebril. Soort van een koker. Maar dan voor 4 zonnebrillen. Zodat je 4 zonnebrillen bij je kan hebben. Snap je? Heel erg nodig. En er zat een luipaardprint omheen. En ik dacht, dit is echt het enige wat ik nog nodig heb in mijn leven. Dat is dat. Maar sowieso heel handig voor op vakantie. Dus ja, Fik was er gisteren en die zei, oh, dat is inderdaad handig. Dus ik denk dat het best wel een leuke, handige aankoop was. Wel een beetje pricey, maar hey, het is wel Jaclyn Hill collectie. En ik ben een Jaclyn Hill fanaat. Zij heeft natuurlijk al heel veel producten uitgebracht, maar ik had nooit het gevoel van, oh, dit moet ik hebben. Dus dat heb ik ook nooit gekocht. Maar dit moest ik hebben. Snap je? Ik ben nou ook mezelf vooral aan het overtuigen dat ik dit echt heel erg nodig had in mijn leven. Volgens mij was dat het. Toch? Nee. Dat was het nog niet. Colourpop had gratis verzending wereldwijd. Dat was trouwens ook de reden dat ik bij Kylie Jenner had besteld. Omdat er gratis verzending was. En Colourpop heeft ook gratis verzending. En ze komen natuurlijk, beide bedrijven komen uit Amerika. Dus de verzendkosten zijn echt enorm. Dus nou was het gratis verzending, dus ik dacht, oh, ik ga bestellen. Dus ik heb ook nog een bestelling geplaatst bij Colourpop. Ook voor een video. Dus dat zou, dus alles krijg je te zien. Echt alles. Ja, behalve de zonnebril. Dat was echt puur omdat ik het wou. En je kan niet echt een video maken over één zonnebril. Dat kan gewoon niet. Maar goed, Kylie Jenner video komt eraan. Colourpop video komt eraan. En nog een andere make-up video. En ja, leuk. Oh ja, en Kruidvat shoplog. Trouwens, ik laat het eventjes zien. Dit is de chocola waardoor ik super misselijk ben nu. Dus die gaat even weg. Dit is wat je bij je zonnebril krijgt. Een soort tasje. Dan heb ik, even kijken. Dit is dan de zonnebril. Dit is hoe die eruit ziet. Ik vind hem wel echt mooi hoor. Hij is wel een beetje, ja, hij is wel echt aanwezig. Maar ik vind hem wel heel mooi hoor. Hij wil volgens mij niet scherp stellen. Het zit hier. Oh ja, wacht. Met het licht zo zie je het wel. Daar zit het. Dus ja, ik had het uit de verpakking gehaald. En toen zag ik het direct. En ik dacht, nee. En nou ja, verder hebben we dus een kaartje. Superleuk. En dat is dan zeg maar de case. En dat was eigenlijk ook echt de reden dat ik de bestelling had geplaatst. Ik vond het gewoon zo'n leuk ding. Zo.
Dit is hoe die dan eruit ziet. Oh, ik vind hem zo mooi. Echt niet normaal. En dan doe je hem zo open. En zo kan je dus 4 zonnebrillen makkelijk meenemen. Ja, ik vind het gewoon echt super tof. En dan doe je hem zo dicht. En dan kan je je 4 zonnebrillen heel handig en veilig meenemen. Vandaag gaan we even normaal doen met eten. Trouwens, ik zie hem in één keer liggen. Ik heb een leuk perspakketje. Ik bedoel perspakketje, maar hij is echt een beetje zwaar. Oh mijn god. Oh. Timing. Hallo? Joe, ik doe de deur open. Nathalie komt lekker op bezoek. Maar goed, ik wou net even het pakketje laten zien. Het is een pakketje om een soort van de winter te surviven. Ik heb hier een masker voor je handen. Dan make-up removers. Van die doekjes, zeg maar. Met, ja, ze zijn gewoon zwart. Oh, het is zo koud. Joe! Ik wilde net vragen dat het zo koud is. Ik hoorde het. Oh my god. Kom binnen, meid, het is je warm. Oh, het is, oh my god, het is echt zo warm hier. Zoals altijd. Altijd, lekker. Anyways, even doorgaan waar ik gebleven was. Er zit een micellair water in. Dan een oogserum die je wallen wegwerkt in 2 minuten. Heel benieuwd naar. Dan een tattoo brow. Of tattoo brow, brow tattoo. En dit is een vitamine C oogcrème. Moest ik even lezen. Daar staat het. Oogcrème. En dan heb ik ook nog de dagcrème en de nachtcrème. En dit is tea tree. Mijn outfit. Mijn zondagse outfit. Ik krijg trouwens heel veel vragen over deze broek. Deze komt van Chiquelle. Maar wel al van een tijdje geleden. Mijn vest is van Fashion Flavor, natuurlijk. En mijn ketting, oh, dat is zeg maar die nieuwe ketting die ik laatst liet zien. En dit is mijn zondagse make-up, alleen oorbellen wou ik zeggen, alleen wenkbrauwen. En super vette haar, maar ik wil echt nog mijn haar niet wassen, want dat wil ik morgen doen. Wij zijn onderweg naar Tuinland en we gaan nog even een paar kerstdingetjes kopen. Sowieso lampjes nodig, want de kerstlampjes die we vorig jaar in de kerstboom hadden, die liggen nu standaard achter de bank, dus we moeten nieuwe lampjes hebben. Ja, of pakken die lampjes daar gewoon weg, maar nee. Oké. En dus lampjes. Dan, even denken wat we nog meer willen. We willen sowieso even wat meer kerstballen, want vorig jaar waren we best wel last minute daarmee. Er was er heel veel uitverkocht, want wij willen niet van glas, maar van plastic. Dus daar gaan we nog even naar kijken en ja. Maar nu gaan we richting de Action. We kunnen ook naar de Action. Ja, maar we gaan nu richting Thailand. Oh, is het daar vlakbij of zo? Geen idee, maar Thailand zie je zo. Oh, oké. Anyways, ik heb wel zin in om naar Thailand te gaan, want zij hebben altijd zo'n hele mooie uitgebreide kerstafdeling echt voor de helft van de winkel. Oh my god, hoe mooi is dit gemaakt. Deze zijn mijn fave. Zo mooi. Trouwens deze ook. En ze zijn niet van glas. Maar ik heb geen idee wat het kost. Super leuke dingen bij de Action. Maar ik ga het niet meenemen. Dit zijn highlighters. Dan hebben we hier. Hebben we hier een oogschaduwpalet. Ook super mooi. Oh. En dan nog mini lipstickjes, maar deze zijn al geopend. En deze. Ik weet niet zo goed wat jullie verwachtingen zijn van een webshop hebben, maar ik ga jullie zo meteen even de reality laten zien. Het is echt een zooi. En dit is echt als de zoveelste keer vandaag dat ik alles zo open heb gedaan. Alles uitgehaald wat ik nodig heb, opgeruimd. En dat ik dan de volgende lading had met bestellingen en weer opgeruimd en weer. Maar goed, dat vind ik echt alleen maar leuk. Maar dat komt natuurlijk door de Black Friday sale. En ik had gewoon niet verwacht dat er zoveel bestellingen zouden komen. Dus, maar goed, late night impact sessies zijn nu bezig. Zodat ik het morgenochtend direct op de bus kan doen.
Want ik ga morgenochtend even sporten. En dan kan ik het ook gewoon direct even op de post doen. Want morgen komt ook Rebecca langs. Maar goed, dat zien jullie allemaal volgende week in mijn volgende week vlog. Maar goed, hier komt mijn magazijn en alles. En hoe ik aan het werk ben. En dat is volgens mij iets wat ik niet echt heb laten zien nog. Hier trouwens hangt mijn badjas te drogen aan de deur van de kast. Want deze kasten zien jullie natuurlijk altijd dicht. Trouwens, wat je hoort is Alex die zijn van aan het poetsen is. Maar goed, hier heb ik dus heel veel items opgeslagen. Dat is een beetje een rommeltje, want ik bewaar daar ook gewoon pakketjes en dat soort dingen. AliExpress bestellingen en zo. Dat prop ik zeg maar daarin. En overal en nergens een beetje. Maar goed. En dan heb ik nog hier wat dingen. Dat zijn bijvoorbeeld mijn kaartjes die ik dan bij elke bestelling erbij doe. Mijn bedanktkaartje die ik dan persoonlijk schrijf. En dan heb ik nog dit kaartje. Die krijgen er trouwens niet altijd bij. Maar ik heb nu een winactie lopen. Dat als je mijn foto met, of tenminste mijn foto. Als je foto met mijn Fashion Flavor kleding post op social media met de hashtag My Fashion Flavor. Dan maak je kans op 50 euro shoptegoed. En ik ga dus 5 december de winnaar uitkiezen. Een soort van een Sinterklaas cadeau. Vond ik wel even leuk. En dan heb ik nog hier... Oh, volgens mij heb ik dat al een keer laten zien. Oh mijn god, ik val in herhaling. Oh no. Maar goed, hier heb ik nog wat verzendzakken. Niet alleen hier, ook op andere plekken in huis. En dit is ook wat ik gebruik voor de bestellingen. En sieraden krijg je in zo'n leuk tasje. Of deze nu heb ik nieuw gekocht van de IKEA. Een soort van een beetje kerstgevoelachtig. Maar goed, als jullie deze weekvlog zien, dan... Ik zet jullie even vast. Oh, mijn BH. Super charmant. Maar goed, als jullie deze video zien, dan is Black Friday sale natuurlijk al lang afgelopen. Ik zit nog steeds een beetje te twijfelen wat ik met Cyber Monday wil gaan doen. Of ik het weer zeg maar met een kortingscode wil gaan doen of niet. Maar ik denk dat ik wel iets leuks heb bedacht inmiddels. Maar goed, daar zijn jullie eigenlijk ook al te laat voor. En ik wou heel graag een video maken voor Fashion Flavor, voor Black Friday. Maar ik, vrijdag voelde ik me echt zo slecht. Dus... heb ik het toen niet gedaan. Dus ik dacht, misschien is het leuk als ik nu even voor één dag speciaal voor jullie een kortingscode heb. Dus dat heb ik ook. En dat is hier. En daarmee krijg je dus 20% korting op alles. Dus ook sale en ook normale items. Alleen de sale artikelen met de Black Friday code, die mogen niet geretourneerd worden. Omdat het... de bovenop komt, zeg maar. En dan is er echt heel veel aanbieding. Dus vandaar dat ik zeg maar dat bedacht heb. Dus 20% korting. Alleen vandaag geldig. Dus voor degene die mijn webshop nog niet kennen. Ik heb geprobeerd om echt zoveel mogelijk reclame te maken. Ik was echt een beetje irritant denk ik dit weekend. Maar goed. Ik wou gewoon dat iedereen ervan op de hoogte was. En dat, ja. Stel, je had het net even... de ene keer toevallig niet gezien, dan had je misschien de hele kortingsactie gemist. En dat zou natuurlijk jammer zijn als je graag iets wou kopen. Maar goed, je kan mij volgen op Instagram en op de Fashion Flavor Instagram. Want daar krijg je echt als eerste de nieuwtjes, wat er nieuw is, wat er in de aanbieding is, wat voor kortingscodes er actief zijn. Dus dat kan je daar allemaal zien. Check ook even de beschrijving, daar kan je de link vinden en ook even de kortingscode. Dus dat. Oké, ik ga weer verder met het inpakken. Ik wil jullie even dit pareltje laten zien. Want ik weet even niet hoe deze plant heet. Maar ik wil eigenlijk de pot. Maar je had bij Intratuin gewoon een deal. En de plant en de pot was 4 euro samen. Dus dat vond ik echt super chill. Dus die staat nu even hier. Maar even kijken hoe ik het nog ga neerzetten. Dus trouwens de kerstboom. Die wordt morgen opgezet. En dit zijn allerlei dingen die wij vandaag hebben gekocht. Deze komt van de Action. Lampjes van Intratuin. Oh ja, ik heb natuurlijk ook super veel van de notenpasta gekocht. En vuilniszakken. Kopen we ook altijd bij de Action. Deze kwam overigens wel van Intratuin. Lekker groot zijn deze. En dan... Oh, grapje. Ik bedoel tuinland. Intratuin, zei ik. Intratuin? Ja, dat is al 4 keer of zo. Oh.
Anyways, Thailand bedoel ik. Dit hebben we nog gekocht, maar nu is het blauw. En wij hadden daarna besloten dat wij onze boom rood en goud gaan maken dit jaar. Maar goed, deze nog gekocht. Deze vond ik zo leuk. En nou ja, wat ditjes en datjes. Maar goed, dat zien jullie allemaal in de volgende week vlog. Want dan zien jullie hoe ik de kerstboom heb versierd en zo. Dat ga ik morgen samen met Rebecca doen. Want die komt langs. Dus dat is super gezellig. En we gaan samen de boom optuigen. Oh, ik ben echt buiten adem van even gewoon praten. Oké. Goed, in ieder geval, ik ga zo even mijn tanden poetsen. Ik ga lekker naar bed. Maar ik ben echt nog zo wakker eigenlijk. Dus ik hoop dat ik kan slapen. Maar anders ga ik nog even een ASMR video kijken of zo. Kijken jullie trouwens ASMR? Laat me even weten wat jullie favoriete ASMR artist is. Anyways. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!